André, afgelopen donderdag kon je er niet zelf bij zijn bij het televisiering gala. Leek ons heel erg leuk om voor jou op te halen. Ach, daar is hij. En aan jou te mogen overhandigen. Ja. Daar is hij. Nog. Ja, ik zat erop te wachten, want ik denk vrijdag in zat toch iemand langskomen met dat ding, maar niemand. We hebben hem ontvoerd. Hoe belangrijk is dat voor jou dat je deze hebt gewonnen? Nou ja, het is een publieksprijs, dus het is altijd belangrijk. Hè? Ik vind het altijd leuk als de mensen voor je, nou ja, die gaan toch voor je stemmen, dat ze de moeite nemen om hun stem uit te brengen, dat belangrijk vinden. Mm-hmm. Ja, dat moet je natuurlijk altijd waarderen. Geweldig. Had je het verwacht dat je het zou krijgen? Tuurlijk. Heel goed. Volkomen terecht. Ja, dat weet ik. Die had ik niet verwacht. Ja. Nou ja, ik heb twee keer misgegrepen. Daarvoor al twee jaar mis. Nou, drie keer scheef zeg. Moet toch een keer lukken. Ja. Maar maakt je dat dan minder opgelaten erover? Maakt het je juist nog meer dat je het echt toch echt graag wil hebben? Nou, ik moet zeggen, ik heb heel veel prijzen al. En als ik hem niet had gekregen, was ik ook wel... tevreden mee geweest eigenlijk. Ja. Het is leuk dat ik hem krijg. Ik ben er ook heel trots op. En ik krijg een mooi plekje thuis. Maar ik was er nou niet. Dat ik denk van, hij moet, nou zal het, als het nou niet krijgt, dan... Nee.